Klopt het dat Facebook of Meta voorrang heeft gekregen en andere bedrijven nu langer moeten wachten? Waarom zijn de adviezen van de ambtenaren niet opgevolgd? Wat was exact de betrokkenheid van minister Wiebes? En tot slot, voorzitter, klopt het dat Facebook ook nog eens 90% korting kreeg op de tarieven? Natuurlijk is de basishouding van een bewindspersoon welwillend, binnen de kaders van de wet, omdat wij respect hebben voor een gemeente of een provincie die de lokale economie en werkgelegenheid een impuls wil geven. Nogmaals, de vraag of je die regie specifiek voor datacentra meer naar het land moet trekken, die komt binnenkort bij u terug. Maar op dit moment, dus ook de periode waar we het nu over hebben, was de verdeling van verantwoordelijkheden zoals die is. En uw vraag waarom mijn voorganger deze afweging heeft gemaakt, dat staat ook heel openlijk in de nota's. Daarom is het goed dat iedereen die in kan zien. Voorzitter, er zijn ongelooflijk veel bedrijven die wachten op die aansluitingen. Nogmaals, als je kijkt naar de netwerkbeheerders, het is heel erg vol op dat stroomnetwerk. En dat betekent dat dat dus eerlijk verdeeld moet worden. Ik snap niet, en die conclusie trek ik toch echt, en dan loopt de minister ook weg, wat nou de exacte overwegingen waren om de tech te doen. Ik snap ook niet waarom de adviezen, waarom er heel selectief is gewinkeld in de adviezen van de ambtenaren en de belangrijkste bezwaren opzij zijn gelegd. En tot slot, voorzitter, ik heb ook gevraagd, waarom krijgt een bedrijf als Facebook nou ook nog eens 90% korting op de tarieven? Dat antwoord zou ik ook graag nog van de minister wellicht op een later moment willen hebben. Het is totaal normaal dat een ambtelijke notitie plussen en minnen aangeeft. Wat zou anders de toegevoegde waarde daarvan zijn? En dat een minister uiteindelijk de knoop doorhakt, daar kan je er wel of niet mee eens zijn. Maar het zou toch raar zijn als de beslissingen die bij een minister kwamen alleen maar plussen zouden bevatten. Ja, waarom zou dan de minister nog mee lastigvallen? Ja, voorzitter, ik wilde ook graag nog weten hoe het zit met die korting en die tarieven. Ja. Ik heb u aangegeven, niet van op de hoogte, dus daar zal ik schriftelijk op terugkomen. Dank.